The University of Science and Technology in Hangzhou, China, wil de samenwerking met Suriname bevorderen en voortzetten. Journalist Arantxa Swedo bracht samen met collega-journalisten tijdens het werkbezoek aan China een bezoek aan deze universiteit. Het is voor de universiteit die reeds een samenwerking met Suriname heeft belangrijk om deze voort te zetten, omdat ook Surinaamse studenten de kans krijgen aan deze universiteit te studeren. Drie studenten zullen in de gelegenheid worden gesteld om er te studeren, terwijl de mogelijkheid werd besproken om nog meer studenten toe te laten. Tijdens het bezoek werd duidelijk dat deze universiteit in China openstaat voor het uitbreiden van de samenwerking. Los van de formele activiteiten bezocht de delegatie ook de Chinese muur en de Forbidden City. Tijdens deze twee rondleidingen werden kleurrijke geschiedenis en cultuur van China gedeeld. Opmerkelijk was de overlapping van bepaalde geestelijke Chinese tradities en de Winti-cultuur van Suriname. Na de rondleidingen mocht de delegatie dineren met de vicevoorzitter van de Chinese Diplomatieke Associatie, waar wederom het versterken van de banden tussen de twee landen werd benadrukt. Vanaf dinsdag 2 juli zullen wij verder korte producties van dit werkbezoek belichten in de ATV China Vlog.